Job Schot als visser. Je krijgt het er gewoon helemaal warm van. Je krijgt het er niet warm, maar je wil even wat laten zien. Voor degenen die het niet kunnen zien, vissers voor een gezonde zee. Job, aan jou de microfoon. Stikstof opsteken van 1% van de bevolking die zorgt voor een gezond stukje eten op het bord van onze bevolking. Dat gevoel wat werkelijkheid dreigt te worden voor jullie als agrarische sector en ons als vissers. Dat is wat ons bindt en waarin we ons als vissers solidair met de boeren voelen. Dat onmachtige gevoel dat je gedachten 24/24, 7/7 bezighoudt. Zeker, we werken keihard en nacht, dat is niet zo erg, nee. We zijn in de weer en we moeten in de weer om ons bestaansrecht te verdedigen ten opzichte van het publiek en de politiek. Die boer, die visser, die zo'n gemakkelijke schietschijf is. De boeren en vissers die dag en nacht klaar zijn voor een gezond stukje voedsel op het bord van ons volk te zorgen. Daar wordt mee omgegaan door de politiek of dat we criminelen zijn. Politici en NGO's die geen enkel benul hebben wat er daadwerkelijk speelt. Die nog nooit bij een boer zijn wezen kijken, die nog nooit een weekje meegeweest zijn op zee om te ervaren hoe het vissersleven is en in de praktijk eruit ziet. Of echt een week op de boerderij meedraaien, melken, maaien, rooien, etc. En deze maakt dan onze minister een gunstige uitzondering, dat is dan in haar geprezen. Door vele van onze beleidsmakers komen op werkbezoeken in zondagse kleren, maar we hebben geen enkel idee wat er werkelijk speelt. De goede daar niet op te nagelaten. We kwamen als vissers een paar jaar geleden in Brussel en spraken een afloop met een vrouw die verantwoordelijk was voor onze nieuwe regels en wetten voor de visserij. Deze vrouw sprak voor het eerst met ons als echte vissers. Nog nooit van gehoord. Hoe kun je dan beleidsregels maken in vredesnaam? Op een visserij-event 2 jaar geleden een jonge vrouw van een NGO die de visserij de oren was en er een gespaan van heen liet, stelde ik de vraag, want ze was in verwachting van een baby, wat ga je straks je kindje te eten geven? Toch gezond voedsel mag ik hopen. Ze knikte bevestigend. Maar ik zeg, jij bent die mensen die zorgt dat ons lekker gezonde visje, dat voedsel waar jouw kind van moet leven, te vuur en te zwaard, die bestrijd je. Ze schrok. Waar kom je vandaan? Uit Limburg, uit Mijnstruk. Niks mis mee op zich. Maar heb je wel eens water gezien anders dan water uit de kraan? Nee. Heb je wel eens vis gezien? Nou, nooit geen vis gezien. Nou, nooit geen visser gezien. Niets van dat alles. En jij betitelt ons? Een schande. Een schande. Brussel is geografisch een goede 100 kilometer van ons vandaan. Maar ik kan u verzekeren dat ze verder van ons vandaan staan dan de maan. En daar heb je dan met goed geluk nog licht van. We hebben in de agrarische sector en visserij. We hebben in de agrarische sector en de visserij al zoveel ingeleverd de laatste decennia. Meer dan de helft van de schepen is in de schredder verdwenen. Er is geïnnoveerd. Innovaties die CO2 en stikstofuitstoot besparen, zijn ook weer verboden geworden. Natura 2000 gebieden, aanlandplicht, windmolenparken en Brexit die boven ons hoofd hangt. Controles, controles en nog eens controles. Dat beheerst ons leven. Big Brother is watching you. George Orwell had in zijn stoutste dromen niet kunnen dromen dat het bewaard zou worden. Die minister hoeft zich niet te verontschuldigen dat de controles achterbleven. Nee, in tegendeel. Wegens de controle van onze vis die we aanvoeren op maat en hoeveelheid is de vis een gram te licht qua gewicht, dan wordt ze vernietigd. En dat in tegendeel in de zuidelijke Europese landen gebeurt. Ik zag verleden week in Portugal vissen op de markt liggen die zo groot is als een postzegel. Maar daar praten ze niet over. Waar praten we dan in Holland over? Controles waar ik en mijn collega's mee te krijgen hebben. Week in week uit de Hollandse Barendsheuvel, politie, douaneschepen die ook visserijcontrole taken uiten. Hé hey, jongens! De Belgische, de Engelse, de Franse marine. Meer dan 10 schepen in de zuidelijke Noordzee die ons week op week controleren. En dan zeggen dat er geen controle uitgeoefend wordt. We moeten niet roomser zijn dan de paus hier in België en Nederland. Nederland, die de modernste visserijvloot en agrarische sector ter wereld heeft, wordt door haar eigen regering de nek omgedraaid. We moeten straks ons voedsel uit het buitenland halen. We moeten aan de kweekvis. Alles moet liefst van ver afkomen. Per vliegtuig, boot of vrachtwagen. Dat is milieuvriendelijk. En dan is het nog gekweekt ook, zowel vis als groenten, et cetera. Op een manier die hier ten strengste verboden is. Vol met antibiotica en pesticiden. Maar dat geeft niet, want dat is de ver van mijn bedshow. Voor onze politici. Dat deert niet.
Politici denken alles te kunnen oplossen, maar het zijn zij die de problemen veroorzaken. En de gewone man kan het weer bekopen met zijn bedrijf te beëindigen. Ik roep de politiek op om bij jezelf te raden te gaan. Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? De boeren en de vissers een complex aan praten? Of het nu gaat over stikstof of CO2 of over bevissing, bla bla bla. Stop met die kolder! Stop visserlui en boeren om elkaar met de vinger aan te wijzen en elkaar de zwarte piet toe te spelen. Dat krijgen we al genoeg van buitenaf. Ieder vist op zijn getij over zouten en zoete stromen, mijn vriend. Al vaar je mij voorbij, ook ik zal er komen. We hebben elkaar keihard nodig. En in ieder die hier staat, die wil ik een hart onder de riem steken. Dat doe ik vanuit mijn achtergrond. En er staat een belofte dat zaaien en oogsten, koude hitte, zomer en winter niet zullen ophouden tot het einde der tijden. Dat houdt Brussel, dat houdt Den Haag, dat houdt niemand tegen. Niemand. Eén is het die boven ons allen staat. We waren visser, vooroudsher, we zijn visser. En we zullen visser blijven. En dat geldt ook voor de boeren. Bedankt. Job, fantastisch bedankt. Het speelt in meer sectoren. Dat gevoel, dat heb je uitstekend verwoord.